Ja, worden erop gezet hoor. Ja hoor. Altijd maar klussen. Ja. Koop een boot en een boot. Ja, dat ja. Bij de camper ook zo. Camper is ook altijd klussen. Dat is ook inderdaad van. Wat ben je eigenlijk aan het doen, Rick? Ik kan ons inhuren, mensen. Ja. Hey Jut en Jul. Ja, wat ben je aan het doen? De kit vernieuwen van de rijt. Dus we hebben het raam er helemaal uitgehaald. We, zeg ik dan. Hier. Ja. Die kan dat, hè? En de oude kit verwijderen. Oké. Hier ligt de ruit namelijk. En hier zijn mijn jongens bezig. Ja. Dat moet wel gebeuren. Ja. Die muis. Maar je hebt nou een openluchthuis, ja? Ja. Ja, dat weet ik niet zeker. Gelukkig kan je overkapt staan, want of dit vandaag nog goed gaat komen. Ja. Ja, ik weet ook wel welke vogel eraan wordt. Dat is het raam op je dag. Oh, ja. Lijkt het wel. Gaat goed hoor, jongen. Ja. Ik ben van de geestelijke ondersteuning, hè? Het is geestelijke ondersteuning. Ja, gaat goed hoor, hè? Ja. Ja. Kijk. Fijn, hè? Zonder rij gaat dit niet lukken. Nee. Ik vraag het morgen wel aan. Nee, dat is waar. Raampje nummer 2. Kijk. Even onderhoud, hè, jongens. Voordat we naar Scandinavië gaan. Verwijderen we die lelijke stickers. Dan plakken we ze weer. Plakken we ze weer. En dan kan je zien hoe vuil je auto is. Maar het gaat redelijk goed, hè, Do? Ja, het gaat goed. Alleen of ze de volgende keer nu weer goed plakken. Ja, dat vraag is... ik me af. Ja. Kijk, ze nou, ja. Een soort laagje op. Maar... Ja. Ja, maar dit is volgens mij hier niet. Nee, hier zit totaal niet, geen daar lijn. Wel. Ja, een beetje in die hoekjes. Ja, ja maar dan poets je er wel af. Ja. Zich wel een goede truc hoor, die stickertjes. Zijn er af. Niet echt met heel veel moeite. En dit hier blijven. Ik kan ze waarschijnlijk toch wel hergebruiken. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede truc. Geslaagd. Met meegenomen door de politie. Spannend! Ik heb allemaal papieren bij me. Ja. Ja. Ik denk dat er een wegenrug staat ja. Of zo. Oké. 3 tonnen mogen hier niet op. De wegenrug. Yo, yo. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd wat hij weegt. Ja, maar joh. Ja! Maar voordat we gaan wegen, wil ik eerst even uw kenteken. Gaan we niet redden, ding. Ah, goed. Ja. Ah, chauffeurtje. Is dat git er niet? Nee. Is dat giet dan niet? Nee. Dan zullen we naar de stoel komen. Ah, nee, dat is ze niet. Ja, ze maken er een hoop werk van. Hè? Kijk uit hoor, dan komt hij weer. Goeiedag joh. Iedereen had weer lol hè, dat wij er waren. Ga jij eventjes filmen nog? Even uitkijken voor de draaicirkel. Ja. Ja, ik ben er weer uit. En we kunnen weer verder. Erik, wat woog die? De weegbrug ging maar tot 2 tonnen per as. Dus dat ging niet. Mocht er niet op. Jammer. Ik kan er ook niet door met zijn fiets dan. Nee. Was is los? Was is los? We hebben hier maar staan met zijn wijntje. Ja. Kijk hier. Het is wel een klapbord, dus dat kun je weer dicht doen.
verborgen staan. Kijk wat die fietser gaat doen. Oh nee, die moet hier onderdoor. Extreem hoog water. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Op een vreemde plek. Ja, nou, het is heel raar. We waren onderweg naar de Brouwersdam, heel vroeg. En ik heb nog nooit in al die jaren meegemaakt, maar hij was afgesloten. Vanwege, ja, er stond een bord. Extreem hoog water. Ja. Ik vind het een raar verhaal, maar ja. Alle Duitsers in de war. Want die stonden al bij die hekken die dicht waren. Nee, ik heb nog nooit gezien dat die hekken dicht waren. Maar... Grashandjes, heerlijk. En jongens, deze boten, voor de smulpapen onder ons, die kan ik echt aanraden. Die Franse boten, licht gezouten, met een kazantje. Echt, Remicel. Je weet niet wat je proeft. We gaan het hebben over onze reis van de afgelopen maand. Ja, verhuizen naar Spanje of Frankrijk. Ja, dit is het slot van die serie. En nou goed, we zijn wat wijzer eigenlijk. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar het is ook een beetje vaag, want ik zei net tegen Do, we weten nu wat we niet willen. Ja. En we hebben een paar huizen bekeken natuurlijk. In feite wilden we kijken naar de streken en daarna de huizen. Ja. En we komen een beetje wel tot de conclusie dat, en een aantal van jullie hebben dat al gezien natuurlijk, dat Spanje niet helemaal ons land is. Om meerdere zaken. We neigen wel toch meer naar Frankrijk. Ja. En dat komt eigenlijk, Frankrijk ligt ons al na aan het hart. Ja. Maar omdat we toch in onze kring te horen kregen van, joh, probeer het nou eens een keertje, ga eens kijken. Ja. Hebben we dat wel gedaan. Ja, ook mooi hoor, ik bedoel, ook mooie dingen gezien en mooie omgevingen. Maar, absoluut. Maar toch blijft Frankrijk dan, ja. Ja, blijft toch trekken. Trekken, ja. Dus het vervolg is natuurlijk Frankrijk, wat we gaan doen. Ja. En we komen zo even met wat weetjes en feitjes. Maar de bedoeling is natuurlijk van, en hebben jullie al een keuze gemaakt? Nee, we hebben nog geen keuze gemaakt, want we zijn natuurlijk nog niet in deel 2 geweest in Frankrijk. Nee. Ja, eventjes in Biron, maar dat was een beetje meer... Nou, we hebben nog geen huizen gekeken in de streken in Frankrijk. De streken kennen we daar goed, ja. Maar we hebben nog geen huizen bekeken. Nee, die komt nog. Ja. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. We gaan nog wel even tussendoor binnenkort richting het hoge noorden. We willen echt nog eventjes, we moeten gewoon naar Scandinavië, dat is gewoon een drang, ja, als, dat we het zo mooi vinden. Als COVID het toelaat natuurlijk allemaal. Ja, en dan gaan we via Noord-Denemarken steken we over naar Zuid-Noorwegen. Ja, dat is de bedoeling, ja. En dan trekken we helemaal naar boven toe met een mooie reis richting de Noordkaap. En zelf persoonlijk wil ik nog een keertje, we zijn er al een keer geweest. Naar Jacob zelf. Ja. En dat vond ik zo'n leuk stekkie eigenlijk op die Russische grens. Dus daar wil ik gewoon nog een keertje naartoe. Als het allemaal toelaat. Maar komt vanzelf. Dat wordt weer echt een avontuur van heb ik jou daar. En daarna zullen we naar Frankrijk gaan. Ja. Dus we hebben nog heel veel kilometers voor de boeg. Over kilometers gesproken. Wij hebben nu deze afgelopen reis gereden 5910 kilometer. Vonden wij zelf wel meevallen. Ja, onder de 6000 had ik niet verwacht. Nee. En de langste etappe van de afgelopen periode was 433 kilometer. En dat was de dag dat we uit Moreira de tweede keer weer vertrokken zijn richting Frankrijk. Ja. Dat was de langste etappe. Dus de langste etappe hebben we in Spanje eigenlijk afgelegd. Ja. Ja. En de kortste was 33 kilometer. Het was op een gegeven moment aan de kust tussen La Marina en de Xenia Boulevard bij Orihuela. Oh, kijk wie we daar aan komt lopen. Hey, Tip. Hey. Laten we zo even zien hoe het met Tip is. Ja, kom eens even. Ook daar volgt nog een update over. Hier? Ja. Kom eens even kijken naar de kijkers. Hey. Daar. Even hallo. We hebben even geen tijd. Meer weetjes over de temperatuur. Ja, uiteindelijk hebben we een keer bijna 41 graden gehad. Ja, dat we 0 keer aan de walstroom hebben gestaan. Ja. Nou, dat is het wel. We hebben eigenlijk geen ene normale camperplek gehad. Nee, eigenlijk geen overnachtingskosten behalve het parkeerterrein van Nerga 2 dagen. Ja, nou ja, dat kan je niet zien als
Ja, dat is meer parkeergeld was dat. We hebben één normale camperplaats gehad volgens mij. Dat was volgens mij Rokran, de eerste. Ja, en Muno, het laatste was Muno. Ook een camperplaats. Ja, goed. Ja, dat was het wel een beetje. Ja, maar dat er waren de feitjes. Ja. Dus, even kort samengevat. Wordt vervolgd. Spanje. Frankrijk. We hebben nog geen echte klik met Spanje. Nee. De Morera vonden we, denk ik, de meest geschikte plaats om te wonen. Tot nu toe wel, ja. Nerga vonden we als plaats weer wat leuker. Ja. Maar dat is heel moeilijk daar met wonen, want dan woon je of verder buiten of in het plaatsje zelf. En dan krijg je zo'n stadshuisje. Ja, daar zijn we niet naar op zoek. En wat voor ons toch belangrijk is, en dat wordt in die orde wat moeilijker, is dat de camper bij het huis kan. Ja, dat hebben we ook wel gezegd. Van, ja. Willen we wel een huis waar de camper niet kan? Nou, dat is eigenlijk gewoon niet handig. Nee. Dus dat, moet je daar weer een oplossing voor gaan zoeken. En we willen hem toch graag zo kunnen pakken. En we wilden eigenlijk wel concessies doen, zeg maar. Door te zeggen van, nou ja, weet je, oké, dan doen we dat niet. Maar naarmate de reis vorderde en toen we weer terugreden, zeiden we van, nee, willen we eigenlijk wel. Ja. Want ik vind het toch leuk als hij naast je deur staat. Je kan nog even rommelen eraan. En daar ook wel van. En zo weg. Hij kan weg. Ja. Je hoeft niet naar een opslag toe waar dat ding staat. Ja. Nee. Dat hebben we vroeger ooit met onze vorige camper gehad. Dat wilde ik eigenlijk niet meer. En dan zou ik het nu weer opnieuw gaan doen. En moeten we niet doen. Moeten we niet doen. Nee. Niet ten koste van alles dat maar doen. Dus goed. Wordt vervolgd in Frankrijk. Ja. Hoe is het nou met Tip? Iedereen vraagt zich dat af. En overigens wilde ik wel eventjes zeggen. Lieve mensen, ontzettend bedankt voor al die... Alle hartverwarmende reacties voor Tip. Ongelooflijk. Ja. Hartstikke bedankt. Nou, komt ie hoor. Tip heeft nog steeds een antibioticumkuur. Nog een paar dagen. En waar zat het hem nou voornamelijk in? Hij had hier een plek, een huidirritatie en hier. En hier op zijn koppetje. En aan de andere kant ook. En dat ging maar niet over. Dus daar heeft hij nu twee keer een kuur voor gehad. En nu gaan we dinsdag nog een keertje laten checken bij de dierenarts. En ja, het gaat wel al een stuk beter. Maar het is nog steeds niet helemaal over. Dus wij vinden het wel heel lang duren. Maar ja, het gaat al wel beter. Nou, wordt vervolg voor Tip. Hij zit hier weer te kijken, hoe moet dat nou allemaal, dat gezemel aan mijn lijf. Maar we gaan ervan uit dat dat goed komt. Ja, hij moet steeds goed droog maken. Dus elke keer als hij in het water is geweest, wordt hij droog gemaakt. Ja, dat valt niet mee, want dan gaat er ongeveer 10 keer op een dag het water. Ja, goed. Ja, I'm told you hate the month of May. Could have never told you that. Maybe I could keep you here someday. But we come apart. Didn't mean to steal that time you had. Couldn't ever plan this whole romance. But now we pass the month of May. You know it's spring for you. You don't fall too much.